Welkom hier in het koetshuis van het katshuis. Zoals u weet adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de regering met speciale aandacht voor de langere termijn. En het verdienvermogen van Nederland is natuurlijk een onderwerp dat daar zeer goed bij past. En dat is ook het onderwerp waarvoor we bij elkaar zijn. De WER presenteert vanavond het rapport naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland. En het rapport zal straks worden toegelicht door projectvoorzitter professor Van Lieshout. Dan is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Ik stel eerst even de hele projectgroep voor. Professor Peter Van Lieshout, raadslid en ook voorzitter van het project. Robert Wendt, projectcoördinator. En de projectstafleden Wouter Hogevorst, Robert Kleinknecht en Albert Faber. Het programma is simpel. We hebben nu eerst de presentatie van het rapport, dan gelegenheid tot het stellen van vragen. Rond 19:30 verwachten wij de minister-president. Die zal het rapport in ontvangst nemen, zal kort reageren. Hij heeft geen gelegenheid om op vragen in te gaan, want hij moet daarna spoorslags naar andere afspraken. Is uiteraard zo dat het kabinet na het bestuderen van het rapport met een reactie zal komen over enige tijd. En voor u allen, u ziet dat al liggen, is er uiteraard een exemplaar van het rapport beschikbaar. Ik geef het woord aan Peter Van Lieshout. Hartelijk dank. Misschien nog één toelichting. We presenteren het nu, we bieden het aan de minister-president. Het is zo dat krachtens de instellingswet op de WRR altijd 10 dagen voordat het rapport uitkomt het al aan het kabinet stuurt. Dus de premier is er nu wel even niet, maar dat wil niet zeggen dat hij straks helemaal geen kennis heeft van het rapport. Hij heeft in ieder geval de gelegenheid gehad om er kennis van te nemen. Wat hij daarmee doet, dat is verder aan hem. Ik ga proberen u in een aantal hoofdlijnen mee te nemen in dit verhaal. Half uur, maximaal. Hoe gaat Nederland over, 10, 20 jaar zijn brood verdienen? Hoe ziet onze economische groei eruit en wat kan een regering daaraan doen? Op zichzelf is dat een vraag die niet alleen in Nederland speelt. U zult merken dat, en we hebben daar ook wat referenties over opgenomen in het rapport, eigenlijk die vraag in een groot aantal westerse landen heel erg actueel is en je zult veel growth commissions en dat soort organisaties tegenkomen als je naar Engeland, Duitsland, Canada of Australië gaat, die allemaal worstelen met die vraag. En de interessante vervolgvraag is natuurlijk van hoe vlieg je zoiets nou aan? Grosso modo zie ik de laatste paar jaar in veel landen de neiging om te zeggen, weet je wat, wij gaan kansrijke sectoren, kansrijke markten, kansrijke technologieën identificeren, bedenken hoe die er ongeveer uit zouden kunnen zien in 2030 en dan terugredeneren naar wat wij dan nu moeten doen om daar succesvol beleid op te voeren, om daar net iets sneller en iets beter te zijn dan andere landen. Dat is populair, tot op zekere hoogte is dat ook wel verklaarbaar. Je doet wat als regering. Politiek geeft dat toch een indruk van stevigheid en van alertheid. Op korte termijn kun je al wat dingen laten zien. Cameron in Engeland, een groot aantal technologiecentra rond wat de grote centra, grote technologievragen worden in 2030. Tegelijkertijd was, wat ons betreft, in de 16 landen die wij bezocht hebben, misschien wel de meest consistente en teleurstellende ervaring, dat als je nou kijkt naar de onderbouwing van dat beleid, je eigenlijk niet heel veel verder komt dan, er was een commissie en die heeft met elkaar bedacht dat nanotechnologie, life sciences en groene groei erg interessant zijn en dat we er dus in moeten investeren. En dus zijn er ook 14 landen die gezegd hebben, wij worden binnen 10 jaar leider, althans in de top 5, op het gebied van bijvoorbeeld groene groei. Veel dieper gaat het meestal niet. Wij denken dat dat ook een traject is wat wel aanspreekt, maar op een aantal punten misschien niet zo verstandig is. Allereerst, als je 20 jaar terugkijkt, kun je constateren dat er een aantal lange termijn trends heel lastig voorspelbaar bleken. En bovendien dat er een aantal breuken nog lastiger voorspelbaar waren. De Apples en Facebooks van deze wereld zijn in termen van marktkapitalisatie nu groter
dan enig maakbedrijf in de Verenigde Staten. Of het nou om General Motors gaat of om Coca-Cola. En dat had niemand 20 jaar geleden voorspeld. Financiële crisis is natuurlijk ook zo'n mooi klassiek voorbeeld. De Economist rekende voor dat er bij wat, zeg maar, bij universiteiten met een forse reputatie iets van 4000 hoogleraren monetaire economie werkte en dat minder dan 10 daarvan ooit iets voorspeld hebben wat serieus leek op een financiële crisis. Voorspellen wordt wat dat betreft lastig en dat heeft ook te maken met het feit dat productcycli steeds korter zijn, productcirculatie steeds sneller gaat en dat geldt eigenlijk ook voor bedrijven. Als je het simpel zou proberen uit te drukken in maat en getal, dan kun je zeggen dat marktleiderschap sinds 1970 ongeveer gehalveerd is in duur. Bedrijven zijn er korter, producten zijn er korter. En bovendien kun je zeggen, de onvoorspelbaarheid neemt ook nog eens toe door de steeds grotere vertakking, internationale vertakking van productieprocessen. Kortom, wij denken dat het een wat gevaarlijke strategie is om erg door te gaan op het model van lineaire voorspellingen. Als je terugkijkt naar wat ook in Nederland sterk is geweest, maar dat geldt ook voor een aantal andere landen, dan is dat eerder de vaardigheid van het land om goed om te gaan met nieuwe situaties. En nieuwe situaties zijn vaak kansen, zijn vaak bedreigingen of zijn vaak situaties die je eigenlijk moeilijk nog kan klassificeren als een bedreiging of een kans, waarvan nog duidelijk moet worden wat dat precies behelst. En dat vermogen, zou je kunnen zeggen, zou je als land verder moeten cultiveren. Dat is nog vrij abstract, maar we hebben wel behoefte om dat als soort strategische oriëntatie al neer te zetten. En we vullen dat in het rapport natuurlijk in een aantal lagen verder in. Op een nog een hele abstracte manier werken we dat uit aan de hand van 3 begrippen die nader handen en voeten krijgen. Het eerste is adaptiviteit. Een land moet in staat zijn om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En je kunt heel goed laten zien dat de sprongen die Nederland bijvoorbeeld gemaakt heeft sinds midden jaren 80, maar dat geldt ook voor landen als Zwitserland en Denemarken, sprongen zijn die erg passen bij kleine landen die het zich niet kunnen permitteren om erg vasthoudend en eigen gereid te zijn, maar die altijd wel moeten adapteren. Er zijn ook landen vaak waar je een politiek sterk midden hebt, waar te radicale standpunten ook niet passen en waar een zekere bewegelijkheid aan de orde is. Daar past ook bij dat je als land een zekere breedte strategie hebt en je niet ophangt aan 1 tak van sport, of het nou een sector is of een product of een technologie. Wat daar nieuw bijgekomen is, zou je kunnen zeggen, de afgelopen 10 jaar is toch wel het denken in termen van veerkracht. De financiële crisis heeft laten zien dat als je te sterk gekoppeld bent aan economische processen elders, je grote risico's loopt en het debat begint eigenlijk nu pas, en wij proberen daar een bijdrage aan te leveren, over hoe je ook buffers en brandgangen, zoals wij dat noemen, kunt maken om te zorgen dat je veel schokbestendiger bent. En het derde punt, dat is eigenlijk het punt wat nog het minst in debat is, althans misschien nog wel in abstracto, maar heel weinig in concreto, is iets als proactiviteit. Als je nou eens analyseert, en we hebben dat proberen te doen, wat nou het succes is van bijvoorbeeld de Oost-Aziatische landen, dan is dat een beleid wat heel erg probeert steeds carrots en sticks te bedenken om bedrijven ertoe aan te zetten zich te vernieuwen. Het klassieke voorbeeld, waarom is Korea geworden wat het is? Omdat het tegen bedrijven zei, jullie hebben een mooi product, 2 jaar lang ben je hofleverancier van de overheid, maar we spreken wel of het over 2 jaar 40% van jouw producten geëxporteerd worden en dat je nog 2 nieuwe producten ook op de markt gezet hebt, anders ben je in 1 keer je contract kwijt en kun je het schudden. Dat is een heel stelsel van carrots en sticks, wat interessant is om die proactiviteit bij bedrijven er heel erg in geramd te krijgen. Misschien niet helemaal de manier waarop je het moet doen, maar zoeken naar dat soort instrumenten om vernieuwen en experimenteren uit te lokken, is een interessante vraag. Wij vinden dit een interessantere manier voor Nederland om te gaan met de vraag hoe we ons verdienvermogen versterken dan een wat klassiek lineair model. Dat is nog steeds een vrij abstract verhaal. Dus we moeten gaandeweg afdalen naar de vraag en hoe geven we dat dan verder handen en voeten. Wat we ontleend hebben aan het beleid van met name Australië is eigenlijk een heel hanteerbaar modelletje, zou je kunnen zeggen. Wat helpt als je, zeg maar, dat abstracte idee over verdienvermogen verder praktisch invulling probeert te geven. Dat is een driedeling waarbij je een onderscheid maakt tussen aan de ene kant macro-economisch beleid, aan de andere kant beleid gericht op markten en tenslotte beleid gericht op wat we maar even noemen infrastructuur. En dan infrastructuur breed gezegd. Macro-economisch beleid bekend, monetair beleid, begrotingsbeleid met als centrale doel stabiliteit, vaak gericht op korte termijn. Markten sterk gericht op efficiëntie, vaak middellange termijn, politiek ook wat lastiger wat dat betreft. En infrastructuur,
Dat is niet alleen fysieke infrastructuur, alhoewel die op zichzelf ook zeker niet onbelangrijk is, maar in Nederland in vergelijkend opzicht behoorlijk goed. Maar ook human capital, ook kennisinfrastructuur, ook instituties. De Australiërs hebben het beleid om te zeggen van we moeten oppassen dat we niet één van die drie dimensies te veel ophemelen. Ze zijn alle drie belangrijk, dus wij willen beleid voeren waarbij ook inzichtelijk wordt hoe we op die drie niveaus acteren. En dat is een heel hanteerbaar model wat ze ook door de hele overheidsorganisatie heen hebben weten te trekken. Nou kun je een paar kanttekeningen bij maken als je dat invult. Je kunt zeggen van nou, macro-economisch beleid, daar is natuurlijk de afgelopen maanden, jaren heel veel aandacht voor geweest. Maar de betekenis op langere termijn wordt wat overschat. Goed macro-economisch beleid leidt wel tot rust, maar het is op zichzelf nog geen drijver van groei. Bovendien kun je erbij zeggen, onze speelruimte als Nederland wordt wel steeds kleiner, want het wordt voor een gedeelte het monetair beleid in Brussel, het begrotingsbeleid in Frankfurt ingekaderd. Veel beweegruimte heb je daar dus niet. Markten. Nederland heeft daar een ontzettende slag gemaakt, zeker in de jaren 90. Je kunt zeggen dat de meeste Nederlandse markten in vergelijking met het buitenland vergaand geliberaliseerd zijn. Dienstenmarkten, productmarkten, netwerkmarkten zoals energie, arbeidsmarkt. Er valt nog wel wat stappen te zetten, maar dan heb je het al heel snel over markten die niet meer alleen in Nederlandse handen zijn, maar waar je Europees beleid op zou moeten voeren. De transportmarkt, energiemarkt. En we zeggen daar ook maar bij, daar valt niet zoveel meer te halen, te meer daar we de betekenis van hervorming op de arbeidsmarkt zwaar overschatten. Het debat over ontslagrecht bijvoorbeeld of over de duur van de WW heeft in symbolische zin misschien heel veel betekenis in Nederland. Is misschien een symbool voor de vraag wat wij fatsoenlijke omgang met mensen vinden. Maar in termen van economische dynamiek levert dat niet zoveel meer op. Daarentegen, is onze redenering, zie je dat op het gebied van infrastructuur uiteindelijk de belangrijkste driver zit van verdienvermogen. Maar dat we die behoorlijk onderschatten, althans veel te weinig systematisch als zodanig benoemen en daar beleid op voeren. Terwijl het goede nieuws is, juist op dat gebied hebben natiestaten heel veel speelruimte. Dus met dit modelletje, te veel nadruk op macro-economie, markten waar al heel veel stappen gezet zijn en infrastructuur waar je nog heel veel op kan doen, gaan wij verder door. Een volgende stap in onze redenering is dan van, goed, als je dan wat wil gaan doen aan die infrastructuur en dat verdienvermogen en dat de komende jaren verder wil ontwikkelen, waar heb je dan rekening mee te houden? Wij onderscheiden drie opgaves. We werken ze een beetje uit. De eerste ligt heel erg voor de hand, maar behoeft nog wel eens een keertje extra aandacht. Productiviteit, een behoefte aan productiviteitsstijging. Vanochtend stond in verschillende kranten een verhaal over een van de Duitse onderzoeksinstituten die nogal wat commotie in Duitsland had opgeleverd over het feit dat daar nu blijkbaar duidelijk wordt dat er een zekere productiviteits of een zekere verlies aan groei is door de demografische opbouw van Duitsland. Op zich zijn dat natuurlijk gegevens die al lang bekend zijn. Als je het voor Nederland doorrekent, kun je ook zeggen dat het ons grofweg 1% zal kosten aan bbp-groei. En het lastige is ook dat er weinig mogelijkheden zijn om arbeidsproductiviteit makkelijk toe te laten nemen. Nederland is al bijna koploper in de wereld. We hebben ook weinig mogelijkheden meer om in de sociale zekerheid mensen aan te zetten om toch te gaan werken. Daar laaghangend fruit is daar ook al lang geplukt. Dus dat is nog een forse opgave om daar wat mee te doen. Tweede opgave, ook niet nieuw, wel van belang om eens een keer heel specifiek in te vullen. Het idee dat je eigenlijk steeds minder nationale bedrijven hebt. Ongeveer de helft van onze 1250 grootste bedrijven is al in buitenlandse handen. Als je een rondje maakt langs de CEO van de grote Nederlandse bedrijven, zeggen ze ook allemaal van ja, wij worden nog gepercipieerd als Nederlands bedrijf. Maar laten we eerlijk zijn, wij zijn gewoon een internationaal bedrijf. En als er argumenten zijn om elders dingen te gaan doen of ons zelfs in het geheel te verplaatsen, dan doen wij dat ook. Dus het evidente karakter van Nederlandse bedrijven is er niet zo. Omgekeerd zie je dat een beweging dat, of daarbij zie je eigenlijk een beweging dat convergentie in de wereld, met name binnen sectoren, op dit moment heel snel gaat. Dat klinkt misschien wat abstract, maar dat iedereen ziet dat China in termen van inkomen in de richting van westerse landen gaat. Maar als je niet als landen naar landen als geheel kijkt, maar kijkt naar een specifieke sector, of dat nou automotive is, of high-tech of textiel, dan zie je dat over de hele wereld binnen zo'n sector eigenlijk landen heel erg op elkaar aan het lijken zijn. De convergentie gaat heel snel en landen proberen naar sectoren te gaan met een hogere toegevoegde waarde. En dan komen ze ook heel erg in de buurt van de inkomensniveaus die wij hier kennen. Dat op zichzelf is iets waar je rekening mee hebt te houden als land, want de vanzelfsprekendheid van een soort nationale
Bedrijfscultuur is steeds minder aanwezig. Punt 3. Er is al heel lang een traditie van innovatiebeleid. We geven daar een hele schets van in het rapport over wat er allemaal gebeurd is. Kern van die analyse is dat Nederland wat dat betreft een model volgt wat in de meeste westerse andere landen ook gevolgd wordt en wat heel erg gebaseerd is op research and development. Op een soort Willy Wortel-achtige beeld van wat innovatie is. Een hele slimme beta dankzij het techniekpact die iets moois bedenkt waardoor bedrijven over de hele wereld fantastische producten kunnen versturen. Dat is een model wat in een bepaalde periode in de wereld gold. Hè. Met name de jaren tussen de jaren 50 en de jaren 70 was heel veel productontwikkeling op die manier door klassieke technische R&D gestuurd. Maar als je nu kijkt naar het economisch patroon van Nederland bijvoorbeeld, dan zie je dat de meeste innovatie daar helemaal niet meer zijn aangrijpingspunt vindt. Dat geldt nog wel voor ASML, die als die mee wil in de wereld heel veel in R&D zou moeten investeren om nog weer een nieuwe techniek te ontwikkelen. Maar PostNL bijvoorbeeld kwam vanochtend met hele mooie cijfers, steek 9% op de beurs. Wat hadden die bedacht? Die hadden bijvoorbeeld bedacht dat als je ergens in Cambodja op vakantie bent, dat je met je telefoon een foto kan nemen van jezelf of van een mooi gebouw. Dat stuur je via internet naar PostNL met wat tekst erbij. Zij drukken daar een ansichtkaart van en die wordt de volgende ochtend bij je ouders bezorgd. Dat is een hele tour om dat allemaal in Cambodja postzegels te kopen en een brievenbus te vinden en zo. Dit is veel sneller en veel makkelijker. En dat levert ze ook geld op. Het is een heel ander soort innovatie dan klassiek R&D gedreven innovatie. Je kunt nu laten zien dat innovatie uit de hele keten kan komen. Dat kan met intelligente marketing te maken hebben, met intelligente businessconcepten, met interessante distributiemethodes en niet per se het R&D. Als je bijvoorbeeld het Financieel Dagblad produceert ieder jaar een hele mooie top 100 lijst van gazelles, de snelst groeiende bedrijven van de afgelopen 3 jaar. Je zou dat dus moeten doorlezen vanuit de vraag, had ik dat zelf ook kunnen bedenken? Mijn voorspelling is dat u bij 93 van de 100 dacht, ja, dat had ik zelf ook kunnen bedenken. En misschien zult u sommige van die dingen ook wel bedacht hebben. Maar u bent er in ieder geval niet aan toegekomen om het te doen, om begrijpelijke redenen. Er zijn er 6 of 7 bij waarvan je denkt van, ja, dat snap ik niet helemaal met mijn middelbare schoolkennis van beta vakken. Dat is toch een stukje moeilijker wat ze daar bedacht hebben. Dat is echt techniek gestuurd. Extra complicatie is er nog dat R&D ook een begrip is wat natuurlijk ook bij grote bedrijven past die aparte afdelingen hebben. Maar zelfs banken of logistieke organisaties hebben geen R&D-afdelingen. Kortom, onze fixatie in ons instrumentarium. Hè, Nederland geeft 2 miljard per jaar uit aan R&D-subsidies met een belasting. Dat is het belangrijkste EZ-instrumentarium. Is een fixatie op een vorm van innovatie die wel enige betekenis heeft, maar absoluut niet past bij het brede Nederlandse landschap. Nemen we nou dat streven naar het versterken van die infrastructuur bij deze 3 opgaves en stellen we de vraag, wat zou nou de meest aangewezen stap zijn om te zetten? Hoe bouw je dat? Hoe cultiveer je dat nou verder? Daarvoor introduceren wij de term kenniscirculatie. En dan moet ik wat specifiek zijn en uitleggen wat wij precies met kenniscirculatie bedoelen. Je zou kunnen zeggen dat kenniscirculatie 2 dingen benadrukt. Allereerst niet het idee wat we met al ons R&D-beleid en onze R&D-fixatie hebben op kennisproductie. Je kunt heel veel ideeën ontwikkelen, maar die worden meestal elders te gelde gemaakt. De groei van Nederland, en dat geldt voor veel kleine landen, heeft in veel hogere mate te maken met de mate waarin wij in staat zijn kennis die ontwikkeld is, snel en goed te absorberen. Dat drijft het meeste van onze groei. En wil je dat goed doen, volgt daar ook iets uit, namelijk goede kennisverbindingen. Vandaar die term kenniscirculatie. Zorgen dat zaken zo georganiseerd zijn dat kennis snel en productief opgepakt kan worden. Klinkt ook misschien nog algemeen, maar interessant is om te kijken wat er vorig jaar in Noorwegen, of niet vorig jaar, dat was nog eerder, een paar maanden geleden in Noorwegen gebeurd is. Daar is de beslissing genomen, wij gaan niet meer investeren in fundamenteel onderzoek. Laten die Amerikanen dat maar doen. Die publiceren dat toch wel, het is zonde als wij daar nog in investeren. En bovendien, zelfs de Chinezen gaan nu eigen onderzoek doen en publiceren, dus dan jatten wij dat wel van de Chinezen. Veel interessanter is om te kijken hoe wij ons kleine landje klaarmaken om te zorgen dat kennis die elders ontwikkeld is, productief gemaakt kan worden. In termen van simpele slogans, van kenniseconomie naar lerende economie. Kenniseconomie was het idee, wij zetten in op heel veel kennis en productie van heel veel kennis. Lerende economie, wij zetten in op een systeem wat steeds kan leren en waar steeds nieuwe kennis geabsorbeerd kan worden.
Nog steeds een relatief abstract verhaal, maar we dalen wel een beetje af. Volgende laag, hoe geef je dat nou, wat betekent dat nou voor het Nederlandse beleid van de komende 20 jaar? Wij werken dat uit langs twee lijnen. Ja, dat is het grootste gedeelte van het rapport en daar ga ik u alleen maar een aantal highlights van geven. Die twee lijnen, aan de ene kant laten we zien wat kenniscirculatie betekent voor een aantal systemen. Voor het Nederlandse onderzoekssysteem, voor het Nederlandse onderwijssysteem, ook voor het stelsel van arbeidsorganisaties. En apart daarvan behandelen wij de vraag, en hoe zou je dat nou als overheid op een goede manier in banen kunnen leiden? Dat noemen we hier regulerende instituties. En daar hoort iets bij van goed beleid, goede governance, en daar hoort ook iets bij van de juiste informatie, zeg maar goede intelligence. Ik neem u even mee langs die twee hoofdlijnen. Eerst dat stuk van kenniscirculatie uitgewerkt naar een aantal specifieke institutionele systemen. Onderzoek. We proberen te fileren hoe ons Nederlands onderzoekssysteem presteert in termen van kenniscirculatie. Dus hoe ver bevordert het ook kennisabsorptie, hoe ver bevordert het ook kennisverbindingen. Twee hoofdlijnen springen daaruit. Allereerst, Nederland is veel te eenvormig in zijn landschap van onderzoekssystemen. We zetten de meeste kaarten op universiteiten en vervolgens overvragen we die universiteiten om te verlangen dat ze zowel toponderzoek als toponderwijs, als topvalorisatie tot stand brengen. Dat systeem is veel te weinig flexibel, kan niet meebewegen, is onvoldoende gedifferentieerd. We kijken stiekem naar bijvoorbeeld het Duitse model, waar je aparte instituten hebt voor, noem het maar meer fundamenteel onderzoek, waar je Fraunhofer instituten hebt voor veel meer toegepast onderzoek en waar je ook een beweging hebt om universiteiten zelf zich te laten differentiëren. En waar je bovendien heel veel meer dynamiek in het systeem hebt ingebouwd om te zorgen dat die organisaties ook kunnen reageren op wat er in een buitenwereld gebeurt. Hoe dat precies moet, staat in het rapport. Tweede hoofdlijn die we volgen is zeggen van ja, dat soort kennisinstituten, met name onderzoeksinstituten, zijn erg interessant. Maar je ziet toch dat ze in Nederland nog heel erg uit een traditie komen van een wat geïsoleerd bedrijf waar kennis ontwikkeld wordt, waar dan misschien een keer een patent naar buiten gestuurd wordt of een goed opgeleide medewerker naar buiten gestuurd wordt, maar waar het nog lang niet de rol heeft van een soort regionaal aanjaagcentrum die betrokken is op alles wat er in die regio en in die buurt gebeurt. Dat geldt overigens van hoog tot laag. In Nederland zijn bijvoorbeeld mbo-instellingen, de ROC's, functioneren niet als motor van innovatie voor het MKB in een regio. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, het HBO of universiteiten gelden ook niet als een soort motor voor wat er aan grote instellingen in hun regio is. Wij waren erg gecharmeerd, om een willekeurig voorbeeld te nemen, van wat bijvoorbeeld de Universiteit van Stockholm doet, die met de gemeente Stockholm zegt van hoe komt er over, wat willen jullie als groot gemeentelijk bedrijf over 15 jaar nu zijn? Wat zijn de grote vraagstukken? Wat zijn de taken waar jullie voor komen te staan? Wat is een soort professionaliteit die je nodig hebt? En hoe kunnen we daar een onderzoeks- en opleidingsprogramma van maken voor jullie mensen om te zorgen dat we jullie mee helpen ontwikkelen, maar dat we ook onze eigen kennisontwikkeling wat dat betreft beter enten. Op die manier verhouden kennisinstellingen in Nederland zich nog lang niet tot hun omgeving. Onderwijs. Daar zeggen we heel veel zware dingen over in het rapport. De eenvoudigste is nog, maar die is op zichzelf pijnlijk genoeg, dat Nederland, de kwaliteit van het onderwijs in Nederland toch een bodem begint te bereiken op een aantal punten waar je heel serieus zorgen over zou moeten gaan maken, afgemeten aan je eigen normen. 46% van de basisscholen voldoet maar aan alle kwaliteitscriteria, 10% van het mbo, u kent een beetje de cijfers, het voortgezet onderwijs, nog 20%, meer dan 20% van de lessen wordt gegeven door onbevoegden. We kunnen zo'n tijdje doorgaan. Gemeten aan onze eigen normen is het een stelsel wat op allerlei punten al niet helemaal voldoet. Veel belangrijker nog is dat Nederland eigenlijk een slag gemist heeft die je in een aantal landen om ons heen wel ziet, namelijk strategisch onderwijsbeleid. Wat wil dat zeggen? Toen in 2003 de PISA-scores uitkwamen, vergelijkende cijfers over hoe landen het deden, en toen op hetzelfde jaar ook de Shanghai-ranking uitkwam over universiteiten, ontstond in veel landen een heel fors debat over wat moeten wij met ons onderwijssysteem. En eigenlijk zie je in de meeste landen een beweging waarbij gezegd is van ja luister, de afgelopen 50 jaar was onderwijs ontzettend belangrijk als emancipatiemotor. Hebben het ook erg verdedigd door te zeggen van ja, politiek moet zich daar niet mee bemoeien, niet met onderwijsinhoud, niet met de professionaliteit. Toegankelijkheid is het hoogste goed. En vanuit die redenering werd steeds meer de vraag gesteld van ja, maar onderwijs is natuurlijk ook een economisch potentieel, breed gedefinieerd, een hele belangrijke asset. En we moeten ook de vraag stellen hoe het zich langs die lijnen kan ontwikkelen.
Dat schuurt soms een beetje met de emancipatoire functie. Maar we moeten die apart inhoud geven. En dan wordt door veel landen echt ingezet op forse hervormingen in het onderwijs vanuit deze strategische redenering. Wat heeft de Vlaamse economie, de Zweedse economie, de Zwitserse economie, de Duitse economie nodig? En waar zitten de grootste belemmeringen in het onderwijssysteem? Wat ertoe leidt dat de Vlamingen natuurlijk nu het hele onderscheid in Nederlandse termen tussen VMBO en HAVO-VWO gaan opheffen vanuit het idee dat je leerlingen een pakket moet kunnen bieden met zowel meer vaardigheden en technische elementen als cognitieve elementen, afhankelijk van wat leerlingen zelf ambiëren. Dat leidt ertoe dat in Duitsland ieder jaar 10% meer naar de beste universiteiten gaat. Dat leidt ertoe dat Zweden 500 miljoen uitgeeft om het HBO op een heel ander niveau te brengen. Polen is nog sensationeler. Kortom, het kan de hele tijd doorgaan over al die landen. Onderwijs is onderwerp van strategisch beleid geworden. En dat doen wij in Nederland niet. Blijkt bijvoorbeeld ook het feit dat in Nederland eigenlijk geen visie is op onderwijsinhoud. Wat zijn eigenlijk 21st century skills? Of dat blijkt uit het feit dat we de vraag niet beantwoord hebben of we nou vooral willen selecteren en een grote groep, het hoger onderwijs, 30% afvoeren, waarvan we niet weten waar ze terechtkomen. Of dat we zeggen van ja, we begrijpen best dat instellingen selecteren, maar macro gezien, als land moeten wij toch zorgen dat voor iedereen het beste onderwijs beschikbaar is, afhankelijk van zijn of haar vermogens. Het is ook geen systeem wat georganiseerd is als een systeem waar systematische innovatieprikkels in zitten. Docenten, maar ook directeuren van scholen worden nog niet bepaald geprikkeld om vooral veel veranderingen door te voeren. Dat levert alleen maar een bol ellende op. Vandaag zag ik ook de onderwijsraad met een advies. Ik wijs u er even op wat eigenlijk, met name rond die derde bullet, een vergelijkbaar punt probeert te maken. En ook daar de redenering van, ja, je kunt het niet maken als land om niet strategisch over je onderwijs na te denken. Ik ga even door. Arbeidsorganisaties. Leren en werken valt steeds minder te scheiden de komende 10, 20 jaar. Dat is een trend die al lang bezig is, maar we proberen vrij goed te analyseren hoe dat mechanisme standaardisering en automatisering van functies doorzet. En dan zie je dat eigenlijk alleen maar de functies overblijven waar leren en werken heel erg aan elkaar verbonden is. In Nederland voeren we al 20 jaar, 30 jaar een debat over de vraag hoe je dat kan conditioneren, maar zijn we eigenlijk niet heel veel verder gekomen. Levenslang leren is een cliché, het barst van de beleidsnota's erover, maar het is niet de praktijk. Sterker nog, we zijn op de weg terug. De omvang van het deeltijdonderwijs, wat in Nederland altijd al beperkt was, is alleen maar verder teruggelopen. Ondanks allerlei goede adviezen van allerlei organen, waaronder de SER. Dat zou je wezenlijk anders moeten organiseren, zeggen wij. Minstens op twee lijnen. Je zou niet meer leren en ontwikkelen moeten koppelen aan wat werkgevers bereid zijn te betalen of wat werknemers bereid zijn te doen. Dat is één. Volg in dat opzicht maar bijvoorbeeld een Zweeds model waar ruimte voor iedereen is. En bovendien doe het zo dat je arbeidsverhoudingen weer wat openmaakt, zodat daar vragen rond ontwikkeling veel nadrukkelijker gesteld kunnen worden. Neem een voorbeeld wat dat betreft aan het Zweedse model waar gezegd is van cao's, die hoeven helemaal niet meer te bepalen wat primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. Laat ook in een jaarlijks gesprek tussen werkgevers en werknemers individueel maar bepaald worden hoe hoog de loonstijging is, wat de een voor de ander doet en wat verwachtingen over en weer zijn. Dat dynamiseert die relatie ontzettend. Van heel veel meer over te zeggen hoe dat kan, maar dat is onze hoofdlijn. Dan heb ik snel met u langsgelopen drie lijnen, onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen en arbeidsorganisaties, waar je die notie van kenniscirculatie verder inhoud moet gaan geven. Tot slot is het natuurlijk het streven om te zeggen, een overheid zou dit hele proces van het tot stand komen van zo'n lerende economie verder moeten cultiveren. En hoe doe je dat? Dan kun je constateren dat Nederland eigenlijk in zijn institutionele structuur gefragmenteerd is. We hebben een stelsel wat dateert uit de jaren na de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw. SER is daar onderdeel van, waar sociale partners met elkaar overleggen. En die overleggen vooral over wat je zou kunnen noemen de verdelende kant van de economie. Loonmatiging, verdeling in de sociale zekerheid. Daar hebben we een hele traditie in, maar dat is niet gekoppeld aan de vraag hoe we geld verdienen. Omgekeerd heb je zoiets, misschien mag je het een nieuwe polder noemen, misschien niet eens. Bijvoorbeeld in het kader van het topsectorenbeleid, waar publiek-private overleggen wel plaatsvinden. Maar wat niet duidelijk is hoeveel publiek geld met welk doel ingezet wordt. Waar niet duidelijk is welke sectoren wel en niet mee mogen doen. Waar niet duidelijk is welke resultaten behaald moeten worden. Waar ook niet duidelijk is hoe de koppeling van die productieve kant van de economie is met sociale zekerheid, met onderwijs, met buitenlandse handel, met regionaal ontwikkelingsbeleid. Kortom, er zijn wel wat plukjes waar her en der gesprekken gevoerd worden, maar
Wat opvalt als je kijkt naar wat er in Duitsland gebeurt, wat er in Finland gebeurt, wat er in Canada gebeurt, wat er in Australië gebeurt, is dat daar overal de beweging is van ja, we moeten voorbij die instituties in die vorm en we hebben een nieuwe manier met elkaar te bedenken over hoe je een lerende economie vanuit dat perspectief ook echt probeert inhoud te geven. Duitsland is daar misschien het meest vergevorderde model van. Is het ook politiek zwaar ingekleed. Er is zelfs een aparte parlementaire commissie die zich buigt over de vraag van hoe ziet de toekomst van Duitsland in 2030 eruit en hoe organiseren we dit soort processen. Een aantal ministers spelen daar een belangrijke rol in. Andere landen hebben het iets meer vertechniseerd. We proberen het rapport van die modellen te laten zien hoe je dat zou kunnen doen. Maar dat wij voorbij onze institutionele structuur moeten komen is wat ons betreft duidelijk. Daar hoort bij, dat is het laatste punt, dan moet je dus ook een systeem van, we noemen het hier maar chic, intelligence hebben. Dus informatievoorziening, dingen in maat en getal kunnen uitdrukken om duidelijk te maken hoe het met zo'n lerende economie gaat. Wat je dus niet moet doen, is bijvoorbeeld keuze in kaart. Het traject van het CPB waarbij ze partijprogramma's doorrekenden. Maar waar de meeste mensen zich niet realiseerden, alhoewel het CPB dat keurig in voetnoten heeft staan, dat alles wat met investeringen te maken heeft op nul gezet wordt. Behalve een heel klein beetje onderwijs. Maar investeren in internationale samenwerking of in wegen of in onderzoek, in veiligheid, heeft geen effect in dat soort modellen. Omdat alleen een aantal korte termijn macro-economische parameters bekeken worden, waar redelijk van bekend is hoe de grootte daarvan beïnvloed wordt door een aantal beleidsvoorstellen. En je blijft dan een debat hebben over het hier en nu en niet over de betekenis van investeringen. Terwijl er in Nederland, en daar hoort dat woord kapitaalrekening bij, bijvoorbeeld door het CBS, heel interessante stappen gezet zijn. En je ziet dat in Duitsland, je ziet zelfs Cameron in Engeland gezegd heeft, ik wil afgerekend worden in mijn beleid op de vraag hoe ik dat soort lange termijn investeringen doe. En niet alleen maar op een aantal korte termijn parameters. We vinden het Australische model nog heel veel mooier, waar heel veel systematisch gekeken is naar productiviteitsontwikkelingen in sectoren, hoe ketens geanalyseerd worden, hoe innovatiekansen geanalyseerd worden. Allemaal het type informatie wat bij een lerende economie past en wat wij eigenlijk niet als zodanig steeds in het publieke debat brengen. Wij geven er wat voorbeelden van in het rapport. Ik rond af. Ons model is een model waarbij we zeggen, investeer vooral in de responsiviteit, wat we dan maar even als koepelbegrip gebruiken, van je economie en werk niet te veel met lineaire voorspellingsmodellen. Besef dat deze economieën, zoals de Nederlandse, in toenemende mate bepaald worden in de toekomst door de manier waarop ze kenniscirculatie vormgeven. Besef dat je daar als land zwaar in kan investeren. Dat is je investering in infrastructuur die verschil maakt. En organiseer daar ook een vorm van governance bij die dit proces conditioneert. Ik dank u voor de aandacht. Dank je, Peter, voor de toelichting. En er is nu gelegenheid tot vragen, reacties. Nog een hetere. Zelf ook, op wat hier ook al allemaal onder de grond gaande is aan allerlei bewegingen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld één voorbeeld, regionale kenniscentra. Jullie zeggen nou dat is in Nederland eigenlijk nog veel te weinig als model is dat ontwikkeld. Hè? De verhouding met de regionale economie. Nou, ik zit zelf dan deel van de tijd aan de Erasmus Universiteit. Het valt mij juist op dat als je gaat kijken naar de instellingen, dat er veel meer al loopt. Dat is allemaal nog niet keihard institutioneel doorvertaald, maar laten we zeggen, er zijn seeds of change op tal van plekken. En dat, als ik het door het embargo-rapport doorgekeken heb, zie ik een hele hoop voorbeelden waar eigenlijk vrij stellig wordt beweerd dat in Nederland een aantal dingen nog niet gedaan worden, terwijl die empirie misschien wel in de maak is. Klinkt ook misschien nog vrij abstract, maar ik zou een heleboel concrete voorbeelden kunnen geven. Dus mijn vraag is eigenlijk,
Als dit de richting is die je ook zou willen aanbevelen, zijn er dan al niet veel meer dan je onderkent aanzetten, ook in de Nederlandse settings, om deze koers te gaan varen? Dus ja, ik snap van, de vraag. Ja. Er gebeuren heel veel heel interessante dingen in Nederland die allemaal stappen zijn in deze richting. En dat geldt op het niveau van samenwerking tussen universiteiten en andere organisaties. Hetzelfde geldt natuurlijk voor onderwijs. Nederland krijgt in 2017 ook een lerarenregister. En vanochtend heeft u in de krant kunnen lezen dat het aantal beurzen voor leraren die willen promoveren weer verdubbeld wordt. We kunnen vrij gemakkelijk, denk ik, die lijst met een stuk of 30, 40 andere maatregelen aanvullen. Dat is niet zo moeilijk. Wat wij proberen te zeggen is van ja, het is niet zozeer dat Nederland niet de juiste stappen zet, als wel dat het ambitieniveau wat daarbij hoort zoveel te laag is. Vorige week was er in de Tweede Kamer een debat over, zou nu in ieder geval in het voortgezet onderwijs, of het VWO nog specifiek, misschien niet eens de HAVO, niet alle docenten een masteropleiding moeten hebben. VVD bracht dat naar voren. Veel andere partijen riepen dat is luchtfietserij, dat is onbetaalbaar, dat is niet realiseerbaar. Wees een beetje realistisch. Terwijl ons rapport natuurlijk zegt van luister, als je een beetje serieus hierover nadenkt, dan wil je dat niet eens dat het alleen voor het VWO geldt. Dan wil je ook dat het voor het basisonderwijs geldt. En dan wil je bovendien dat de masteropleiding die ze gehad hebben niet een master is van 1 jaar, maar een master van 2 jaar. Die bovendien een stuk kwalitatief een stuk beter is dan wat ze nu krijgen. Je kunt zeggen dat maakt het helemaal luchtfietserij en irreëel wat wij doen. Tegelijkertijd zegden we daarnaast dat, als je bijvoorbeeld kijkt wat er in Duitsland gebeurt, dan hebben ze, maken ze een simpel sommetje. Dan zeggen ze, laten we eens even al het geld in kennis, dus dat gaat over onderwijs, het gaat over R&D, dat gaat over innovatie, samennemen. En wij willen in 2015 10% van ons inkomen daaraan uitgeven. Nederland zit naar die maatstaven op 7,2%. Dus dat geeft even de orde van grootte van je ambitie aan, zonder dat daarmee een aantal initiatieven die er op dit moment zijn, onrecht te willen doen. In termen van de politieke doorvertaling van de boodschap, is dus het, laten we zeggen, misschien nog feller in de spotlight zetten van de aanzetten die er wel degelijk zijn. Kan ook in de operationalisering, zeg maar, van jullie adviezen, kan dat van groot belang zijn. Want dat betekent dat er partijen zijn of mensen in het land die wel degelijk ook deze richting op willen. Of die wel degelijk ook al bezig zijn om deze richting een vorm te geven. Ik ben bang dat we nu een beetje een soort discussie over het rapport gaan krijgen. Wil ik best een keer doen, maar volgens mij moeten we het nu even een soort question-answer sessie van maken. Het was een vraag naar, kan in de operationalisering van dit rapport hier misschien nog sterker de spotlight op? Oké. Ja. Ja, kan het er nog? Ja, het kan nog sterker de spotlight op. Ik bedoel, het punt wat je wil maken is van er gebeurt al een boel. Mooi. Prima, maar niet met het ambitieniveau wat wij propageren. Oké. Dank. Ga je gang. Ja, even de microfoon. Voor de verslaglegging. Mijn naam is Kees Krijveld en ik zit hier namens Vrij Nederland. En ik vroeg mij af, jullie hebben natuurlijk ook gekeken naar de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Die moet natuurlijk, daar moet iets in veranderen. Wil je duurzame groei realiseren? Dus er moet iets met arbeidsproductiviteit en er moet iets met misschien meer uren werken. Hoe ziet dat eruit in jullie visie? Want u maakte een opmerking over, arbeidsproductiviteit is al heel hoog. Misschien is daar wel niet zo heel veel meer te halen. Maar alles wat ik hier zo lees, richt zich toch vooral op toch het verhogen van die arbeidsproductiviteit, is het niet? Ja, voor een deel. Ja, en die kant van gewoon meer werken, hoe hebben jullie daarover nagedacht? Als je terugkijkt, dan kun je zeggen dat de periode, zeg maar de afgelopen 15 jaar, onze groei ongeveer voor de helft kwam uit het feit dat we echt meer arbeidsproductiviteit hadden en voor de helft kwam uit het feit dat er gewoon meer mensen waren. Ja. Als je het probeert af te pellen, dan proberen we dat rapport te doen, nog meer mensen, waar zou je die vandaan moeten halen? Nou, dan kun je naar alle sociale zekerheidsregelingen kijken. Maar om eerlijk te zijn, we hebben met de WIA al zo'n streng regime. We hebben met de wet werk en bijstand al zo'n streng regime. De participatiewet die nu aankomt. Daar valt niet zoveel meer te halen, is onze redenering. Kun je zeggen, halen we ze uit het buitenland? Proberen we ook af te pellen. Heb daar geen grootse fantasieën over wat Nederland de komende jaren in sociaal-culturele zin kan accepteren. Dat is niet zoveel. Dus blijft over inderdaad een wat strakkere strategie gericht op arbeidsproductiviteit. Hoe doe je dat? Nou, dan gaan we naar dat hele instrumentaal. Dat soort vormen van dynamisering in arbeidsrelaties leveren dan meer op als het gaat over arbeidsproductiviteitsverhoging dan een aantal van de traditionele dingen waar gedacht wordt. Nog
gelegenheid voor één korte vraag aan Peter van Lieshout. Ja, gaat u gaan. Sandra Flippen, ESB. Ik vroeg me af, u had het over innovatie in het onderwijs. Mm-hmm. Heeft u iets concreter hoe u denkt professionaliteit en innovatie te gaan incentiveren daar? Ja, dat is een hele interessante vraag. Als je wordt vergelijkt hoe het onderwijs-innovatiesysteem in elkaar zit met het gezondheidszorg-innovatiesysteem. Alleen al op de Rijksbegroting staat voor innovatie in de gezondheidszorg een 500 miljoen voor clubs als een RIVM en allerlei andere onderzoeksinstituten. En we geven ook nog een kleine, bijna 2 miljard uit aan academische ziekenhuizen die we eigenlijk extra betalen voor al dat moeilijke werk wat we doen. En als je dat nou eens projecteert op wat er in het onderwijs gebeurt, dan zijn er wel een paar kleine bureautjes. Met alle respect voor wat die doen, maar dat kan niet. Dat is niet 1/10 in omvang en in slagkracht van de innovatiestructuur die we in de gezondheidszorg hebben georganiseerd. Terwijl je kan verdedigen dat innovatie in het onderwijs, zoeken naar effectieve nieuwe methodes, net zo belangrijk is. Dus daar zul je een slag in moeten gaan maken. En eigenlijk begint daar het debat over hoe een innovatiestructuur vorm krijgt. Nog gezondheidszorg kent bijvoorbeeld iets als SON-MW, hè, om het te noemen als instrument om dat te doen. Bestaat in het onderwijs niet. Ja. Ja. Daarvan zeggen we wel van pas op. We hebben eigenlijk, het rapport Dijsselbloem paste ook in die lijn, afgelopen 10 jaar in Nederland het idee gehad, innovatie komt vanuit de vakkracht, de professional, de onderwijzer. Die moeten we ruimte bieden en dan gaat er wat gebeuren. Terwijl wat je vervolgens ziet is een ontzettend proces van deprofessionalisering van leerkrachten. Het zijn nu eigenlijk de minder presterende leerlingen gemiddeld gesproken op de HAVO die nog bereid zijn om leerkracht te worden in het basisonderwijs. Dat willen ze dan meestal ook nog part-time doen. Daar ligt vaak niet eens hun grootste ambitie. Dat is een te magere basis om te denken dat van daaruit zo'n systeem waar grote professionaliseringsslagen gemaakt moeten worden echt doorgaat. Leraren zijn ook individualisten, laten zich niet in de klas bekijken, hebben niet steeds bij te leren. Voordat dat een echt lerend systeem is, zijn er heel veel stappen nodig. Oké, dank voor de vragen. Dank Peter ook voor de toelichting. Veel dank ook aan de minister-president dat het toch gelukt is om binnen het drukke schema hier even naartoe te komen. Om het rapport niet alleen formeel via de post, maar ook zichtbaar fysiek in ontvangst te nemen. Waarderen we zeer. We zijn er ook aan toe om dat nu te doen. Dus ik vraag de minister-president even naar voren te komen. Ja, dat mag niet. Peter, ga je gang. Fotograaf een moment. Ja. Hey. Zeer veel dank. Ja. Met veel genoegen. Dan zullen we even voor de foto ervoor zorgen dat we even samen lezen. Oké. Okay. Ja. Dat heb ik dan weer geleerd. Oké. Even een klein lettertje zeg. Jeetje. Oké. Ja. Nou, misschien heel kort iets zeggen. Ik ga niet inhoudelijk reageren, maar zeer veel dank aan de steller en aan de voorzitter van de WRR voor het aanbieden van het rapport. We gaan er als kabinet heel zorgvuldig naar kijken. We zijn ook al in gesprek. Ik bezoek de WRR regelmatig. We hebben al een paar hele mooie discussies gehad over dit onderwerp. En het is eigenlijk het thema wat mij in de politiek bijzonder bezighoudt. Hoe krijgen we in Nederland een groter verdienvermogen? Hoe krijgen we onze economie op een plan dat er meer banen komen, dat we de welvaart in het land verhogen. En wat is daarvoor nodig? Wat kunnen wij als overheid doen? Wat kunnen allerlei maatschappelijke instituties doen? Wat kunnen de mensen doen? Wat is de rol van het onderwijs? Al die zaken worden hier uitvoerig in belicht. Ik kom toevallig net van een seminar waar gesproken werd over de rol ook weer van een belangrijke speler, namelijk de ondernemingen in Nederland. En in het bijzonder ook de sociale ondernemingen. Wat kunnen die bijdragen? En hoe kun je ervoor zorgen dat innovatie die plaatsvindt in het bedrijfsleven, in het onderwijs, dat die ook bij elkaar komt? Nou, een van de thema's, dat weet ik van jullie, door het rapport heen aandacht aan besteden, is responsiviteit. Misschien ook net in de discussie aan de orde geweest. Ik ga niet proberen nu te reageren op het stuk, dat gaan we heel gedegen doen. Henk Kamp, de minister van Economische Zaken, heeft daarbij het voortouw. Maar ik kan jullie verzekeren, dit rapport krijgt alle aandacht die het verdient. We gaan er een goede reactie op maken en we gaan er ons voordeel mee doen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus nogmaals, zeer veel dank. Mooie woordspeling, aandacht die het verdient. Het gaat per slot om het verdienvermogen. Hartelijk dank, premier Mark Rutte. Hartelijk dank ook alle aanwezigen, in het bijzonder de projectgroep onder voorzitterschap van Peter van Lieshout. En ik wil hiermee deze bijeenkomst afsluiten. Dank.